Hallo kijkers van Shine's Prize, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations met Sander van Gaming SB. Ik ben woest! Nu in één. Sander is alweer woest. Het lijkt wel alsof hij dat altijd is. Ga nog niet zo doen. Hij heeft woesting uitgevonden. Nee, nou, dat heeft Poetin gedaan. You're hot and you're cold. Dat is hoe de level heet. Ik zit ook in de Hot Cold Galaxy. Nou, eigenlijk Freeze Flame, maar... dat is allemaal hetzelfde. Allemaal the same song. Oh, nee! Hoezo gaat hij schaatsen? Wat is dit voor nep Italiaan? Ho is, als jij... Hij doet ineens nee. ...spint, dan gaat hij skaatsing. Zelf bullshitting. Een hele bullshitting zelfs. Hey old man, skate, can you catch me? Oh, ik moet, je moet schaatsen zo een pinguin. Pinguin. Kabooming. I got in the ping. Not bad, old man. You calling me old? Deze yes, net ook al. That's not leaving. Zit hij zo'n quillfish kut te doen? Quillfish? Zit hij ook al in deze game? Ja. Seeking niet. Nope. Zolang er maar overkwil maar niet in de game zit, die is zo lelijk. Nou, doe gewoon even normaal zonder. Sorry, nee, ja, dat klopt. Nee, je hebt wel een punt. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Sneezer. Dat is de lelijkste. Dat is niet waar. Ook niet helemaal. Doracat. Dat is een coole jongen. Ja. Die is veel cooler dan overkwil en Sneezer bij elkaar. Jawel! Overkill is echt een boss boy. Vind jij die mooi? Ik vind Overkill echt vet, ja. Ik ben wel echt een coolie. Ik vind het wel een lelijk ding. Vind jij Bruxish ook mooi? Jij bent zo'n fish shaming. Ik vind dat geen kut Pokémon of lelijke Pokémon. Nee, ik vind hem wel grappig zelfs. Het is niet de vetste Pokémon ooit, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het is ook niet de kutste, want dat is Yamperl. Nee, dat is Trubbish. Vind je Trubbish echt de lelijkste Pokémon? Heb je wel eens ooit naar Yamper gekeken? Oh ja, sorry, Incineroar, sorry. Ja, ja. Nee. Nou. Nee, dat is meer een joke, maar... het is meer gewoon lost potential bij als je Torquet hebt, dan heb je zo'n leuke Pokémon en daarna maken ze er geen leuke Pokémon van. Ja, dat is gewoon waar ik mee zit. Zendering komt klaring. Wauw. Dat je zo wil winnen. Huh? Dat is mijn tekst. Nou en? Normaal? Ik doe wat ik wil. Jij maakt het verschil. Pokémon, hè? Altijd die Pokémon, hè? Morning. Pokémoning, zoals ze in het Engels zouden zeggen. Niet te verwarren met Pokémon. Ing, want dat is de half Japanse, half Engelse versie. Want man in het Japans is mon. Wel zegt hij. Ja, wat is het anders? Tiktok talking. Ja, dat is de Engelse variant van. Hoe heet het? Van TikTok. Dat is Chinees. Weet je dat al? Maar is TikTok Chinees? Ja, toch? Dat weet ik niet. TikTok, ja. Ticking, weet je wat ik kut vind aan TikTok?
Die reclame op YouTube. Ik vind elke reclame op YouTube kut, dus dat zegt niet zo heel veel. Huh, maar wat heeft dat met TikTok te maken? Nou, die TikTok reclame is dan dus ook kut. Oh, een TikTok reclame op YouTube. Oh, ja, want het is gewoon een 6 seconden video van, yo, wist je dat Sander, TikTok bestaat? Ja, maar Sander, weet je dat ik geen reclames heb op YouTube? Echt, ben jij zo een? Je hebt het betaald voor YouTube? Nee, natuurlijk niet. Adblokken. Ja, ik ook, maar op mobiel heb ik geen app. Oh, op mobiel, ja, maar op mobiel kijk ik gewoon geen YouTube. Alleen ik tutorials. Wel. Tutorial about how to save a life. Je moet wel eventjes eerst 5 minuten reclame kijken. Echt, daar word ik echt agressief van. Reclames op YouTube. Ja, maar Sander, ik heb het gevoel dat jij een beetje agressieproblemen hebt. Nee. Dat kan niet. Je bent een hele lieve, schattige jongen. Man. Er is nooit iemand gezegd over jou heen. Je hebt wel een zwemkampioen. Nee. Ik zwem niet eens. At the moment. Nee, maar je gaat wel zwemmen, Sandring. Ik voel het. Jij voelt dingen verkeerd aan, soms misschien. Dat weet je niet. Oké. If you're hot, then you're cold. You're yes, nou, ik ben alleen maar cold. En damn it, wat cold. Miauw, 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 miauw. Out. Dat klopt, ja. Je bent in en je bent uit. Je bent groente en je bent fruit. Nou, dat doe ik van de zon kan ik me niet meer herinneren. Oh. Maar, nee, als je het zegt, ik geloof niet. Ja. What the fuck is dat? Die kooi raakte me niet eens aan. Nou ja, het schijnt me dus wel, maar... Ja. Wanneer komt Simon met een tutorial van hoe speel ik Pixelmon met ananas? Ja, weet ik niet. Ik heb er nog niet over gehoord ook. Het kan zijn dat hij niet op de planning staat. Maar als je dit tegen hem zegt... Godverdomme! Moet ik nou dat hele stuk weer opnieuw doen? Ik denk het, man. Manny. Nou, gelukkig niet. Dan had ik direct door moeten gaan. Tenminste, meer levens gehad. Over levens gesproken. Miauw. Je hebt er geen... Oh. Oh, je dit stukje. Oh, ja. Dan moet ik van die scalpjes gaan raising in. Oh, verkeerde handing. Yo, Mario in. Doe nog even wat ik vraag. Altijd die Mario in, hè? Oh, dat is niet wat ik vraag. Die bitch dit. Ga uit het water als je er dood aan gaat. Ja, maar Sander, je weet dat jij hem bestuurt, hè? Of is dat nieuws voor je? Ik ben even een spelletje aan het spelen. Kun je me even met rust laten, alsjeblieft? Nee. Nee, dat heb ik door. Met rusting lating? Nee, dat is, schijnt toch wel moeilijk te zijn voor... Milendings. Maar ja, we kunnen niet overal... goed in zijn natuurlijk. Milan is nergens goed in. Oh nee, ik ben alleen maar dik aan het ownen met Mario in. Hoe dan? Ik jumpte om het te ontwijken en dan gaat hij zo doen.
Nou, oké. Okay. Ja. Oké, word maar boos. Woest. Ja, dat kan niet. Wil het lukken, Sandering? Ook, een beetje stilling. Nou. Volgens mij wil het niet. Wees blij. Wees blij. Heb je me eindelijk stil en dan ben je nog niet blij. Ik denk dat heel veel mensen hier jaren op lang zitten te wachten. Misschien wel. Wacht één. Zelfs. Hoe werkt dit? You're cold. Nee, maar echt, deze guy is wel alleen maar cold. Yo, grab him by the pussy dan. Nah. Sander. Mario don't grabbing him. En dat vind ik niet grabbing. Dat is omdat hij geen Donalding heet. Grab him. By the... grabbing. Nee, wat doe ik? Iets niet helemaal goed, Inks. Net als ik. Auw. Ik zei toch dat ik Dusty Dune een kut level vond? Nou... Ben je daar nou nog steeds? Yep. Dan maak ik nog een kans als je zo lang in één leveltje zit. Wat? Oh, ik heb hem verslagen. Ik dacht even hij heeft mij verslagen. Zou er ook nog eens bij komen. Nou, ik heb wel een uur over één level gedaan, dus het feit dat jij dat ook een keer doet, is niet heel erg voor je. Ja, maar dit is wel level 2 van Dusty doen, hè? Ja. Okay. Maar jij hebt al één extra Bowser level gedaan, zeker? Nee. Dat niet. Wacht, jij bent nu ook bij de Gusty Gardens en Freeze Flame. Ja, ik ben bij die derde dan, die daar is. Ja, oké, okay, maar bij dat setje eilanden. Ja, de derde ja, van okay. Die daarbij zit. Ja. Dat is Dusty Dune. Ja, oké, okay, nee, dan heb je inderdaad echt niet... Ik denk, je loopt wel verder voor je. Nou ja, ik heb wel veel meer sterren, omdat ik ook al die andere eilandjes doe, zeg maar. Ja. Ster 37, kaboom. Oh, je hebt het dubbele van mij. Dat is niet waar. Is het niet. Toch niet het dubbele van jou. Hoeveel heb je dan? 37. Oh nee dan. Sunbaked Sandcastle. Zo'n gebakken kasteel daar ook al van. Nee, sunbaked hè, niet unbaked. Ja, zon gebakken. Oh, ik dacht dat jij ongebakken zei, lol. Zo heb ik mijn kastelen het liefst. Zongebakken. Het Kaboom. Ziet er wel echt uit alsof dit deel, de saturation, echt heel laag is. Als in, de kleuren komen niet overeen met wat normaal, voor mijn gevoel, Mario en of Mario Galaxy heeft. Oké. Okay. Interessant, hè? Misschien nou even Keerling er tegenaan kijken. Dat weet ik niet. Oh, dit is deze. Ja. Boven. Nee, volgens mij moet ik eerst iets met vuur doen. I said fire. Ik moet die vuur guy krijgen. Oh, daar. De vuur guy, Xandering. Guy gast. Jij zegt
Cartoon Guys, dat zeg je. Ja? Dus dan denk je, als hij het zegt, dan moeten we maar gewoon napraten. Oké. Okay. Ja, eigenlijk wel, ja. Max Schaap. Want, hè? Want... Jij bent zeker niet zo iemand die voor hem stemt. Ik zal nog een keer gelijk geven. Nee, het is goed hoor. Ik zei nog gelukkig niet ook erachteraan, maar dat hoort hij dan weer niet, hè? Ja, dat hoor ik wel. Alleen, je, blijf dat je aan het zeuren was, Sandring. Oké, doe maar weer boos. Ja. Dat zou je toch wel fijn zijn. Huh? Ik weet niet of je ooit naar je eigen geluisterd, maar... Ja, ja. Je wordt zeker niet heel vrolijking van. Ik ben hartstikke vrolijk. Ik vind jou meer zo'n zoutig persoontje. Ik kan heel leuk zijn. Oh, echt? Leuk. We zijn er zoveel series verder en nog steeds hebben we dat niet doorring. Dan zegt hij dat ik niet leuk ben, hè? En dan hij te haat, hè? Ja, dat klopt. Dat was niet heel lief in van mij. Nou, gelukkig kun je wel Engels. Daar word ik wel blij van. Weet je waar ik ook blij van word? Magische poeder? Ja, sure. Ba-ba-dam. Nou, ik weet niet. Ik vind dat lava toch heel zwart uitzien of zo. Net zo zwart? Als mijn longen. Nee. Nee. Je bent toch niet zo'n rogue meneering? Ik niet. Maar ja. Dat betekent maar wel niet dat je. Beertje Paddington. Niet... Ja, Paddy al helemaal. Nou, ik ken trouwens mensen die erger zijn. Nog erger dan Paddy? Nee. Nou ja. You leaking! I wish. You a Merry Christmas. Oké. Okay. Dat is wel lief. Okay. Dat is wel lief. Ik ben wel zo lief. Oké. Okay. Oh, dus. Ik ga onthouden. Oh, daar is de fire. Ik zit nu bij een kutstukje. Dat is niet te doen. Weet je welke galaxy? Nog steeds dusty de Dusty Dance. Doen. Dusty Dance. Dusty Dance. Nee, niet Dusty Dance. Oh, dat dacht ik. Dusty Dooning. Hoezo? Hoe moet ik mikken dat ik die andere krijg dan? Niet. Oh, ik moet daarop staan waarschijnlijk. Au. Nee, kut. Daar baal ik echt van. Dat was inderdaad heel naar. Dat is ook wel cute, maar min. Auw. Wat een tiefe spel. Doe niet zo hating naar dit mooie prachtspelletje. Ik hou zo van het spel. Ik heb ook nooit gezegd dat ik hem haat. Nee, dat staat nergens op. Mm-hmm. Dat is niet waar. You leaking alweer. Jij hebt leaking uitgevind. Ik kan liegen, ja. Sure, man. Tuurlijk, tuurlijk. Je bent wel zo'n grappenmaker, jij. Dat klopt, ja. Ik ben wel een grappenmaker. Maar hierom, dit was pure waarheiding. Ik heb hem per ongeluk aangestoken. Dat was wel ziek. Als ik dat nou bij deze ook doe. Au, nee. Moet ik niet dat gaan doen. Pieuw, pieuw, ja. Kijk, dat wilde ik.
Ik wist niet dat flames trouwens bounceden op lava. Nee, dan ben je geen echte natuurkundige. Volgens mij doet het dat in real life niet, hoor. Ja. Volgens mij is dat alleen Mario Mechanics. Mijn natuurkunde is ook niet zo goed. Dat is de enige reden waarom ik nog niet mijn Pokédex heb. En mijn BSA. Een big oof. Maar kunnen we het over leuke dingen hebben? Dit is nogal frustrerend voor mij. Ja, ze dus laten we het niet over natuur en scheikunde hebben. Nou, scheikunde mag wel. Daar word ik wel blij van. Een nieuwe komeet. Of Galaxy ook goed. Yo, hoeveel tijd hebben we nog? Voor mijn gevoel is deze Ik zeg echt net jaar. Een halve minuut geleden dat we nog 4 minuten hebben. Echt? Ja. Oh, dat heb ik even gemist. Darkness on the horizon. Hot and cold colliding. Zie je? Okay. Hot and cold. Oh, nee. You're in and you're out. You're up and you're down. You're deze is... Not strong. Deze kan ik niet. Nee, maar echt. Ik ben hier echt slecht in. Dat ik hem ga proberen is ook crazy, vind ik zelf. Dat klopt, ja. Kan ik net zo goed niet doen, maar ja. Ik doe het dan toch weer. Want ja, nu ben ik hem al begonnen. Zo is mijn brein dan ook wel weer. Jammer genoeg. This planet is hot and it's cold. He's in and he's out. He's up and he's down. Dat is ook wel echt zo. Dat liedje gaat gewoon over dit planeetje volgens mij, hoor. Dat denk ik ook, hoor. Ik weet wel zeker. Zeker, hè? Yo, wat is dit nou weer? Oh. Oké. Okay. Wist ik niet dat dat kon. Hoe deed ik dat? Oh, zo. Oké. Okay. A party. Oh ja, dat heb je niet in deze game. Fuck. Wat heb je niet in deze game? De backflip jumping. Wel? Dus wel backflip jumping in deze game. Huh? Oh ja, zo. Ja, oké, okay, met ground pound. Knop, zeg maar. Nee, je hebt gewoon een backflip jumping ook gewoon, hoor. Wat? Wat? Ik doe not leaking. Ik spreek de gewone waarheid in. Ja, de controls werken in ieder geval niet hetzelfde als Sunning Shining. Dat weet ik wel. Anders dan was het me al wel gelukt. Au. Ofwel. Ik ben zo stil dat ik haast begin te denken dat het wel zo is. Ja, dat is ook gewoon wel zo. Hè? Oh ja. Oh. Nou, dat dan niet eerder gelukt is. Nee, wel. Jumpen, Sander. Oh, fuck. Ik hou mezelf. Oh nee, Sandering, niet yourself hating. Te waar, hè? Krijg je als je zo bent, zoals ik. Auw. Wat een lang level is dit, zeg. Jezus. Het eerste deel is nog wat te doen op zich. Miauw, 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 miauw. Kutzooi. Dit was niet eerlijk. Er was geen manier voor mij om dat tegen te gaan. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik ga vechten tegen zo'n Bowserang. Hè? Ben ik hier weer? Oh, moet hier ook zijn. Ja, doe dat maar. Oh jee, Bowserang wordt bozing.
crazy in. Ga met van die vuurballings. De tijd is op, Ing. Oh. Lekker voor je, Mr. Bowser Boy. Nee, nee, kut Goomba. Goomba Baloo. Goomba Bala. Oh, het spannend hier weer. Oké. Dat is niet heel erg. Doe eens even normaal tegen mijn Bowser Ring. Oh. Ik dacht dat je die jump wel kon maken. Money. Nee, daar had ik door. Bowser Ring, doe even een maling. Hier nog een kees. Hier, jongen. Ik heb zo'n Bowser in de pen gehackt, Ing. Dat is wel ziek. Ja, die zit niet in deze game. Alweer niet? Alweer niet. Oh, nu gaat hij ook echt schaatsen. Nee, dat is niet mijn... Nee! Ja, maar dan met dat schaatsen, dat is kut, want dan... Dan moet ik dus wachten op zo'n platform. Maar ja, dat kan niet, want je bent aan het schaatsen. Miau, miau, fucking Sven. Miau, miau, miau. Dit noemt zich Mario. Nou, ik vind het meer een Sven. Op het moment. He kramering it uit. Namelijk. Mm-hmm. Coole grapjes en de ring. Nee. Het heeft met sport te maken. Nee, dit doe ik net alsof sport niet leuk is. Ik vind het wel niet leuk, maar... Het is niet mijn ding, laten we het zo zeggen. Dat betekent niet dat het kut is. Maar wel een beetje. Windspit. Voor Harings naar de winterspeling. Ja, maar dat komt niet. Dat ligt niet aan hun, maar aan mij. Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Oké. Ik ga het om. Sander gaat dom doen, bitter dom doen. Nee, Sander nee, nee. Dom. Oh, what the fuck? Oeh, dit nog 21 dom. Sterren te gaan en dan mag ik de finale tuts doen. Je bent er al bijna, what the fuck? Je moet 60 sterren hebben en ik heb er nu 39. Ik heb de helft. Heb jij 30 sterren? Ja, de helft van 60 dan, niet de helft van jou. Nee, nee, nee. Maar ik ben zover. Wat oh, betreft, go. Heb je hem gehaald? Ja. Wow, wat trotsing op ik je. Ik zei nog zo van, nee, het gaat helemaal niet fout. Want ik heb een ster. Wie heeft dat gehaald? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik jou bij de volgende aflevering weer. En ga naar Sander's kanaal om op hem te abonneren. Adios, amigos.